Dus ik moet nu echt als een razende mijn koffer gaan pakken, want ik heb mijn koffer dus nog niet ingepakt. Ben je weer met Lieve? Bella! En vind je het leuk om haar weer te zien? Ja. Guess met wie ik herenigd ben. Hallo! Ik ben het echt gewoon half uur aan het wachten, omdat ik wat voor jullie wilde filmen. En die band was echt net een paar minuten stil. Dus ik dacht, ja, nu pak ik mijn moment. Beginnen ze weer. Echt vreselijk. Geen Insta-foto's, denk ik. Nou, gezien mijn hoofd gestampt. Nee. Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag en welkom weer bij een nieuwe weekvlog. Ik sta hier nu weer voor mijn roze scherm en ik sta eigenlijk altijd voor mijn roze scherm te filmen. Ik heb ook nog andere kleurtjes, wit en grijs, maar ik heb nu de laatste video's eigenlijk elke keer roze. Nu heb ik nu net geen video opgenomen, ik heb alleen even de intro gefilmd voor een nieuwe YouTube challenge die ik gisteren heb opgenomen, want gisteren kwam ik daar niet meer echt aan toe, dus ik dacht, nou dan doe ik dat vandaag wel even. Nu gaan wij straks op vakantie en het is al 2:30. Ik heb namelijk vanochtend de hele tijd geëdit omdat ik zoveel mogelijk video's klaar wilde hebben. Alleen, ik wil rond een uurtje of 3, 4 even gaan slapen nog. Mijn vader gaat het ook altijd doen voordat hij weggaat. En ik wil dat ook gaan doen, omdat ik al samen met mijn vader voorin zit. Mijn moeder zit meestal achterin bij mijn zusjes. En dan zit ik altijd bij mijn vader voorin en dan kijk ik samen met hem mee op de weg tijdens het rijden. Omdat het natuurlijk altijd belangrijk is dat er naast de rijder ook altijd iemand bij zit die goed mee kan kijken. En aangezien ik toch nooit kan slapen in de auto, zit ik altijd gewoon voorin. Want mijn zusjes en mijn moeder kunnen wel prima slapen in de auto. Dus vandaar. Nu is het zo dat ik het elk jaar eigenlijk wel prima volhoud. Alleen wil ik toch even liever nog een paar uurtjes slapen. Omdat ik ook een beetje hoofdpijn heb nu. En ik voel me niet helemaal fit. Dus dan ga ik liever even een paar uurtjes liggen. Want we gaan vanavond om 7:00 rijden. Dus dan kan ik gewoon even nog 4, 3 uurtjes slapen. Vind ik zelf wel lekker. Gewoon even een powernappie tussendoor. Dus ik moet nu echt als een razende mijn koffer gaan pakken. Want ik heb mijn koffer dus nog niet ingepakt. Ik wilde namelijk een kofferinpakvideo maken. Maar daar kwam ik niet meer aan toe. Want ik zou niet weten wanneer ik dat dan vandaag nog had moeten doen. Dus ik ga jullie gewoon een beetje in de vlog meenemen wat ik inpak. Ik ga eerst even alles uitzoeken wat in mijn kast hangt. En dat ga ik even op stapeltjes op de grond leggen. En dan laat ik jullie dat zo. Ik ben nog steeds bezig met het inpakken van mijn koffer. En helaas past niet alles, want dit is de koffer die ik meeneem. En er past echt best wel veel niet in, wat ik best wel heel erg jammer vind. Want deze stapel past er sowieso helemaal niet in. Nu zijn het wel jurkjes die ik eventueel als extra optie had. Dus bijvoorbeeld dit jurkje, die vind ik heel leuk. Maar hij is gewoon te dik. Hij neemt zoveel plekken in je koffer. Dus die valt af. Nou, ik had deze gekregen van Goods & Gusto. Maar die is aan de achterkant sowieso kapot. Dus die kan ik niet dragen, dus die valt dan ook af. Een jumpsuitje of shoulders. Ja, past er gewoon niet meer in. En ik heb hier nog 2 tops en die passen er ook niet meer in. Dan heb ik hier nog een hele collectie. Een heel erg leuk rokje die ik graag mee wou. Misschien prop ik deze er nog in, want ik vind die wel heel leuk. En deze is wat chiquer voor als je echt aan het eten gaat. Nou, dan deze top, die past er niet in, maar die heeft toch lange mouwen. Dus dat maakt hem niet heel veel uit. Een slangenprint shirtje vond ik wel leuk, maar ja, past niet. Deze van Nick & Nick en dit is een heel dik stofje, dus vind ik heel jammer dat die past er niet in. En dit is een setje samen met een rokje. En ik heb deze ook in het groen. Dus ik heb de groene wel meegenomen. En de blauwe laat ik thuis, want het past gewoon niet. Dan dit Tommy Hilfiger rokje. Nou, die is eigenlijk een beetje te groot. En die zit bij mij niet zo mooi. Dus ja, die was redelijk makkelijk om de keuze te maken. Dan het blauwe rokje van het setje. En deze, maar dit is toch meer winterrokje. Dus vandaar. Nou, dan heb ik hier nog spullen liggen. Hier liggen als eerste mijn schoenen nog. Die doe ik zo in die weekendtas. Daar ligt een klein tasje van Michael Kors die ik gewoon meeneem. Dus ik denk dat ik die los ga meenemen. Dat jurkje valt ook af. Die shirtjes vallen ook af. Dat is een jumpsuit valt af. Daar ligt nog een bikinibroekje valt af. Daar liggen nog wat riemen. Nu heb ik net ook een heel leuk jurkje van Nick & Nick meegekregen. Dus die gaat ook mee. Die zit al in de koffer. Het plan was dus om vanmiddag nog te gaan slapen. Maar ik weet niet of ik het red. Het is nu 2:50. En ik heb gewoon mijn koffer nog steeds niet ingepakt. Of in ieder geval nog steeds niet helemaal. En ik ben altijd zo bang dat ik dingen vergeet. De koffer is eindelijk helemaal ingepakt. In ieder geval, ik heb zo goed als alles klaar liggen. Ik heb het nu zo. Daar ligt mijn koffer. Hier ligt mijn autotasje. Dat gaat los met de auto in. Daar heb ik een weekendtas waar mijn schoenen in zitten. Die slippers doe ik aan in de auto. Deze trui neem ik mee. Kussen neem ik mee. Statief neem ik mee. Heb ik in principe alles. Ik moet alleen zo nog uit de kamer mijn AirPods pakken. Die liggen nog aan de lader. Mijn MacBook inpakken. En als het goed is, heb ik dan gewoon alles. Yes jongens, alle koffers zijn ingepakt. Dus we zijn ready to go. We gaan nu de laatste dingen inladen. De broodjes meenemen. En dan gaan we onderweg. Het wordt een hele lange reis. Het is volgens mij bijna 1500 kilometer. Dus dat wordt lekker lang. We gaan de nacht doorrijden. Ik heb een chille outfit aan. Ik heb een hemdje aan. En dan een sportleggingetje. En ik heb hier nog mijn winkelstraattrui hangen. Dus die kan ik altijd later nog aandoen. En dan zeggen we maar, let's
go! Het is inmiddels al een stuk later en we hebben echt al heel veel gereden. Het is bijna 10 uur, dus we hebben al bijna 3 uur gereden. Dat betekent dat we inmiddels ook al bijna, toen we weggingen waren op 1400 kilometer. We zitten nu op 1100 kilometer en het is nog een dikke 100 kilometer en dan zijn we in Luxemburg. Dus daar gaan we even een grote stop doen. Want het tankstation waar we nu zijn is een beetje creepy. Mijn moeder en ik waren net binnen en het was echt een heel raar tankstation. En ik heb ook een halve beker water over me heen gehad. Gelukkig was het koud theewater, dus ik leef nog helemaal. Maar ik ga even lekker genieten van mijn cappuccino. En dan gaan we weer verder rijden. We zijn nog steeds onderweg. We zijn inmiddels ook Luxemburg voorbij. En we zitten op de helft van de kilometers. We zitten namelijk nu op 680 kilometer. Tenminste, dat moeten we nog. En we begonnen met iets minder dan 1400 kilometer. Dus we zitten precies op de helft. We houden hier nu even een korte stop. En dan gaan we weer verder rijden. En dan komt Miloetje aanlopen. Als het goed is. Oh nee, ze gaat de andere kant langs. Maar goed, we gaan weer in de auto. En dan gaan we verder rijden. En dan hebben we nog bijna 700 kilometer te gaan. Dus let's go, eten! Ik zit in de auto en we hebben nu een korte tussenstop. En we zijn gewoon even bij een tankstation. En heel veel, zeg maar, in Frankrijk hebben we wel tankstations. Maar daarnaast zitten echt nog 20 restaurants en winkels en supermarktjes. Dus dat zit hier ook allemaal bij. Mijn moeder en mijn zusje nog even naar de wc. En we gaan zo weer verder rijden. We zijn er namelijk al bij, we hoeven nog maar 1,5 uur te rijden. Een kleine 150 kilometer en dan zijn we er. Het is ook echt nog best wel vroeg. Heel gek, want doordat je al de hele dag aan het rijden bent, heb ik echt het gevoel dat het al best wel laat is. Maar het is echt nog maar 9:15. Dus het is nog lekker op tijd, maar dat gevoel heb ik echt totaal niet. Dus we gaan zo even het laatste stukje rijden. Het wordt al wel warm. Je merkt gewoon echt dat de temperatuur oploopt, want ik had zo straks nog een trui aan. Nou, die heb ik weer uitgedaan. En ik heb het zelfs met dit aan nog warm. Dus ik ga de camera weer wegleggen en dan gaan we het laatste stukje rijden. We zijn inmiddels aangekomen op de vakantiebestemming en het is ook al een heel stuk later. En ik ben hier weer met lieve Bella! En vind je het leuk om mij weer te zien? Ja. Ik vind het ook heel leuk om jou weer te zien. En wat hebben wij vanmiddag al gedaan? Want het is inmiddels al avond. Wat hebben we gedaan? Zwemmen. Zwemmen. En wat heb jij daarna gedaan? Zonder mij? Naar een feestje, toch? Naar een feestje. Was dat ook leuk? Ja. En net hebben we nog even gezongen of Bella een heel leuk jurkje aangedaan. Want ik ga zo meteen eten en Bella gaat lekker slapen denk ik zo al, hè? Ja. Ja, helaas. Maar ze heeft wel een heel mooi jurkje aan. Laat je jurkje zien, hè? Heel mooi jurkje. En jou? Ik heb een rode aan. Kijk. Ik heb een rood jurkje aan, ook niet. Zo. Ik heb deze aan. Wil je vasthouden? Hou maar vast, hou maar vast. Film je mij nu? Ja? Ja. Oké, ik heb dit jurkje aan, een leuke rode. En ik ga nu uit eten, dus let's go. En dankjewel Bella voor het vloggen. Ik ben net lekker uit eten geweest, was heel erg lekker. En ik ben weer terug. En ik kom direct weer back in mijn rol. Want Bella, wat ben je aan het doen? Een staart maken. Een staart? Of wat was het eerst? Wat wou je eerst gaan maken? Een knot. Toch een knot. Wat er toch een knot? Ja. Oké. Ga maar vertellen hoe je dat gaat doen. Oké. Dan jij gaat verstillen. Ja, ik moet stilzitten, hè? Nee, jij moet vertellen. Oh, ik moet het vertellen. Nou, Bella pakt eerst het haar bij elkaar. Zie ik. En dat doet ze een beetje... Oh nee, ik moet eerst even los. Een soort van staartje, zie ik. En dan doen we er een knotje, een elastiekje in. En dan hebben we een staart. Is dit al het kapsel of wordt het nog wat anders? Een kapsel. Oh, dit is het al? Ja, oud. Beetje strak, hè, het elastiekje. Ja. Lukt het? Nou, laat ik weet je, doe maar twee keer, doe maar twee keer. Ik doe zo staan. Oh ja. Nou, dit is het eindresultaat geworden, jongens. Klaar, ik wilde het net jullie gaan laten zien, maar Bella heeft het er al uitgehaald. Ja, als ik naar bed ga, ik toch verhaaltje voor deze of niet? Ja! Dus dat gaan we even doen. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondag en ik heb heerlijk geslapen vannacht. Is altijd wel fijn nadat je eigenlijk een beetje zo'n soort van nachtje hebt doorgehaald in de auto natuurlijk. Ik heb volgens mij een strandoutfitje aan. Ik heb een heel leuk geel badpak aan die ik in mijn vorige week vlog liet zien. En die is heel erg leuk. Er zit zo'n centuurtje ook bij. En dan heb ik een rokje erbij aan van My Jewelry. Dus het is allemaal van My Jewelry. Heel erg blij met het badpak en het leuke rokje. Dus dit is vandaag mijn strandoutfitje, want we gaan straks naar het strand toe. En we gaan met de auto naar het strand, maar 10 minuutjes rijden. En dat zit in Port Crimo. En we hebben hier alvast heel chill, want we zijn dus met de bus op vakantie. En het voordeel daarvan is dus dat we echt gewoon alles achterin kunnen gooien. We hebben hier het eerste luchtbed, hier het tweede luchtbed. En dan hebben we nog een soort van gele zitstoel, die ligt daar. Dus dat is super chill. Ik doe even de deur dicht. Dan loop ik daarheen en gaan we de laatste spullen pakken. En dan zometeen om alweer het strand. Ik ben inmiddels aangekomen op het strand. En ik ben hier al een tijdje. En het is echt heerlijk weer. Het is lekker warm. Maar guess met wie ik herenigd ben. Hallo. En we hebben hier de andere. Hallo. Hi.
En het is echt super chill. Zij is op het strand en zij zit bij ons in de buurt. Dus zij is ook naar ons toe gekomen. We zitten eigenlijk wel helemaal op het strand en we gaan nu nog even zwemmen, toch? Zeeën, naar de boeien. En dan vanavond gaan we lekker uit eten met z'n allen bij het strand. Ik had hier alleen niet op gerekend, dus ik heb alleen maar een badpak mee en dan het overslagboekje van mijn Girly. Alleen gelukkig heeft Roos nog een jurkje mee, want het is niet zo netjes als ik met deze outfit dan bij een restaurant ga zitten. Nee. Dus we gaan nog even lekker zwemmen, denk ik, toch? Yes. Dus let's go to zeeën! Ik ben het echt gewoon half uur aan het wachten, omdat ik wat van jullie wilde filmen. En die band was echt net een paar minuten stil, dus ik dacht, ja, nu pak ik mijn moment. Beginnen ze weer. Echt vreselijk. Maar goed, we hebben ze net lekker gegeten. Wat hebben wij besteld, Roos? Wij hadden een cheeseburger en een pizza dunne kebab. En dat hebben we dus geshared. We hebben bij de helft om helft gedaan. Maar het is super raar, want iedereen heeft dus pizza besteld. We hadden dan een cheeseburger. En de cheeseburger kwam natuurlijk echt weer veel te vroeg. En echt 10 minuten, kwartier later of zo, kwamen pas die pizza's. Zo van oké. En wij duwden het dan is het toch wel oké. Maar als je dan alleen zit, dan heb je dus alleen die cheeseburger. En dan moet je wachten op de rest. Nou, wij hebben in ieder geval prima gegeten. Die pizza was heel cheese nice. Was echt heel lekker. Ja, de cheese was wel heel lekker, maar de pizza was wat minder. Ja. Dus dat is wel jammer. Ik ben trouwens ook echt heel erg verbrand. Kijk al, als je niet zo kijkt, helemaal rot. Jij valt wel mee. Nee. Ja, maar ik heb ook gewoon normaal ingesmeerd. Nee, ik heb er dus niet ingesmeerd. En Meert valt ook wel mee, kijk maar. Ja. Jij hebt het niet. Nee. Maar jij hebt het op je armen ook. Milou is ook rot. We hebben dus net heel erg lekker gegeten en ik zie weer allemaal reacties binnenkomen. Want vanmiddag is mijn storytime over de horrorvakantie online gekomen. Ik heb er heel veel leuke reacties op gekregen, dus dank je wel daarvoor. En wat gaan we zo eigenlijk doen als we net gegeten hebben? Ja, weet het ook niet. Maar goed, zitten ze aan het strand, echt heel mooi. Want hier is het dan nog staan, daar heb je gewoon het strand, kan je zo de zee in lopen. Dus dat is wel heel chill. We gaan even kijken wat we nog gaan doen. Maar eerst maar even laten we zakken, want het is echt vol. Nee, niet, we gaan niet weer de zee in, Roos. We hebben net weer... Ga je er gewoon induwen. Ain't gonna happen. Ik had het net al even over hoe mooi het uitzicht hier is. Maar nu kun je het nog beter zien, want we zijn even daar weggelopen, want wij waren al klaar met eten. En onze ouders zaten nog even een drankje te doen. Maar kijk hoe mooi. Tadadam, zo mooi. Je hebt er gewoon daar helemaal zee in. Dat loopt echt super ver door. En daar dan ook. En wij hebben verderop vanmiddag aan het strand gelegen. Dus echt heerlijk. Ik vind het zo lekker om dan gewoon vanuit het restaurant zo... met je voeten weer in het zand te lopen op het strand. Helemaal top. Ik ga denk ik even een video maken voor TikTok, want daar heb ik nog niks op geplaatst verder. Dus dat ga ik denk ik even doen. En geen Insta-foto's denk ik. Nou, gezien mijn hoofd gestampt. Nee. Het is inmiddels al een heel stuk later en ik ben ook inmiddels al thuis. Of in ieder geval, we zijn weer terug in het huisje. Nadat wij gegeten hadden, zijn we nog even de rots opgegooid. Zijn wat TikToks gemaakt. Muesli en dat was erg leuk allemaal. Behalve dat Meert echt super hard viel. Tijdens het maken van de TikTok video. Voor de rest was het allemaal super gezellig. En we hebben vanavond hier thuis ook nog een spel gespeeld. Namelijk Turley Seconds. Heel gezellig met wat mensen. Lekker drankje erbij. IJsje erbij. Dus dat was ook helemaal top. Het is nu 1:30. Ik ga lekker slapen. De reden dat ik trouwens in onze badkamer sta. En heel zachtjes praat. Ik praat een beetje zo ingehouden. Komt omdat er al wat mensen slapen. Mijn vader slaapt al en mijn zusje slaapt alles. Vandaar dat ik even wat zachter probeer te doen. Al praat ik nog best wel hard. Ik ben dus vandaag echt super erg verkleurd. In ieder geval eigenlijk meer een beetje verbrand. Ik wil het jullie even zo goed mogelijk laten zien. En ik denk dat je het zo wel het beste kan zien. Maar kijk. Dit is dus mijn eigen huid. Ik had een badpak aan. En dit is de verbrande huid. Dus dat is echt helemaal top. Zodat eigenlijk mijn arm nog best wel meevalt. In vergelijking tot mijn rug en zo. Want dat is echt... insane verbrand. Maar goed, weet je, ik zie dat maar zo. Nu is het verbrand, maar morgen en over 2 dagen is het gewoon lekker bruin, weet je. Dat komt gewoon, we waren vandaag op zee en er was best wel veel wind. En dan lig je op een luchtbedje en dan heb je het niet warm doordat dus die wind telkens komt. En je hebt er gewoon niet door dat je best wel snel verbrandt. Dus zodoende eigenlijk. En ik was gelukkig ook niet de enige, want hier bij ons huis waren ook heel veel mensen verbrand. Mijn vader was verbrand, mijn zusje was verbrand. Dus ik was niet de enige. Voor nu ga ik even lekker de tandjes poetsen, crème opdoen, omkleden en dan ga ik lekker slapen. Dit was wel weer de laatste dag voor deze weekvlog. Dus voor deze ga ik wel deze weekvlog afsluiten. Vond je de weekvlog leuk? Doe dan even een pluimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan zeker even hier beneden. En hopelijk tot de volgende keer bij weer een nieuwe weekvlog. Doei doei!